Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video of luistert natuurlijk naar de podcast, dat kan ook. En in deze video wil ik mijn intentie met je delen. En ik merk dat ik de laatste tijd heel veel bezig ben met human design, wat ik ook echt rete interessant vind. Niet om het helemaal tot de 600.000 decimalen achter de komma te beheersen, maar in ieder geval de grote lijnen. He, dat ik mensen, mijn coaches vooral, wat meer inzicht kan geven in de grote lijnen. Wat zegt je energietype over jou? Wat zegt je profiel? Wat zeggen de open en de gesloten centra in je profiel over jou? En ik merk dat dat bij mij zoveel eye-openers heeft gegeven. En een van die eye-openers is onder andere ook dat mensen zeiden altijd, jij zit zo in je hoofd. Dat klopt ook. En ik dacht altijd dat dat iets slechts was. Als ik nu kijk naar mijn human design, en voor de mensen die er een beetje in thuis zijn, ik heb mijn hoofd en mijn asana gedefinieerd, waar ook een vol kanaal tussen loopt, dat mijn kracht ligt in het denken en andere mensen inspireren met mijn gedachteproces. Wat ik ook heb, is dat ik een gedefinieerde mild heb. En ik heb daar ook een aantal volle kanalen naar en van lopen. Dus intuïtief ben ik ook heel sterk. En het hoeft niet of-of te zijn, maar het mag en-en zijn. En ik heb heel lang gedacht dat het bij mij of-of moest zijn en dat ik uit mijn hoofd moest gaan, alleen maar naar mijn gevoel moest gaan en dat ik zo mijn leven moest leiden. Met als gevolg dat daar waar ik heel erg van ga kwispelen, bijvoorbeeld over dat kennis delen, wat ik heel erg vaak doe, dat dat een beetje op een zijspoor kwam. Totdat ik dus met human design in aanraking kwam en me ervan bewust werd dat daar dus ook juist mijn kracht ligt. Mijn kracht ligt in het wat meer abstract denken, het filosofische, de moeilijke materie in Jip en Janneke taal kunnen verwoorden. En als er iets is wat ik heel vaak terughoor over mijn online training creëren met behulp van de kwantumfysica, is dat ik het zo makkelijk en helder kan uitleggen. Ik kreeg laatst zelfs nog een compliment van iemand die al 12 jaar of zo gaf ze aan, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Bob Proctor, Abraham Hicks, al de grote namen volgt. En dat sinds ze mijn training heeft gevolgd, het pas echt in een, dat de puzzelstukjes zijn gaan vallen. Omdat het nu, het is natuurlijk ook gewoon in het Nederlands. Maar ik leef daar bijna voor om die puzzel te kunnen leggen. En een ander daarmee te inspireren. Bij mezelf is dat overigens nog wel een uitdaging. Want ik wil ook graag de antwoorden vinden op vragen die voor mezelf gelden. En daar kan ik dan wel heel erg verwarring over ervaren. Maar als ik dan kijk naar andere mensen, het lijkt wel alsof ik zo'n radar heb. Als ik met coaches spreek ook. Ik voel, en dat is dan dus niet het asana hoofdverbinding, maar dat is mijn intuïtie. Ik voel gewoon, ik hoor gewoon tussen de regels door wat er niet gezegd wordt. En wat er gezegd mag worden en waar mensen tegenaan lopen. En dan vind ik het gewoon heel erg leuk om mensen daarin van concrete tips en adviezen te voorzien. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn YouTube-kanalen al. Dat doe ik met mijn online trainingen. Dat doe ik in mijn coaching. Dat doe ik met het schrijven van mijn boek. Maar wat ik de laatste tijd bij mezelf heb gemerkt, is dat door de human design readings, door de 1-op-1 coaching, die ik overigens super leuk vind om te doen, dat het creëren van inspirerende content, en dan bedoel ik niet een post op Instagram, maar dan bedoel ik echt een YouTube video, of schrijven aan mijn boek, dat dat op de tweede plaats komt. Terwijl ik merk aan mezelf dat ik juist daar ook zo ontzettend van ga kwispelen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb afgelopen weekend, net als bijna ieder weekend natuurlijk, maak ik een hele grote ronde hier door het bos, langs het kanaal, een podcast op inspirerend. En dan lijkt het alsof ik alleen maar downloads krijg aan. En ik merkte dat ik heel erg zat, ik wil weer die focus op die
video's. Ik wil aan de ene kant natuurlijk die coaching, die online trainingen die ik heb, die Human Design readings. Maar ik wil ook dat mijn YouTube-kanaal weer gaat groeien. Dat ik heb nu iets van 700 of 800 volgers. Ik weet het eigenlijk niet uit mijn hoofd. Ik ben daar namelijk ook niet zo mee bezig. Dit is gewoon organisch ontstaan. En wat nu als ik daar, als dat ook een stukje bewuste creatie gaat worden? Wat als ik mezelf, met mezelf het commitment ga maken dat ik 3 keer in de week een YouTube-video upload? Dat ik om een bepaalde consistentie daarin te houden, ook voor mezelf als experiment. Want ik merk aan de ene kant, je moet doen wat goed voelt, met als gevolg dat ik me ook wel eens betrap dat ik ergens, dat ik mezelf een verhaal vertel dat ik ergens geen zin in heb, dus dan doe ik het niet, want het voelt niet goed. Maar aan de andere kant merk ik ook bij mezelf dat als ik ergens aan begin, dat het gewoon een verhaal was. Want dan voel ik het enthousiasme gewoon door mijn lijf gieren. Hè. Mijn sacraal gaat daar helemaal op, letterlijk en figuurlijk, op aan. En dan ga ik kwispelen. Maar soms vertel ik me te makkelijk het verhaal. Misschien wel, maar het voelt niet zo, dus zit mijn energie er niet achter. Dus aangezien ik een 3-5 profiel heb in Human Design, wat betekent dat ik dus heel erg ben van het enerzijds experimenteren en aan de andere kant het tips kunnen geven aan andere mensen. Dus vanuit die ervaringen die ik zelf heb opgedaan, van die experimenten die ik zelf ben ondergaan, anderen te inspireren en te leren hoe ik dat heb gedaan. En het wil niet zeggen dat hoe ik het doe ook voor jou werkt, want er is niet een one size fits all oplossing in het transformatie-manifestatieproces. Daar ben ik namelijk wel van overtuigd. En er is ook niet één waarheid. Er is één veld aan energie. En wij als mens zijn meaning-making machines. Hè? Dus wij geven zelf betekenis aan dingen. Maar de betekenis die jij aan iets geeft kan heel anders zijn dan de betekenis die ik aan iets geef. En wat ik zelf in mijn coaching altijd als voorbeeld gebruik, stel dat het op een willekeurige dag in juli super hard regent. De boer die al weken hoopt op regen, want zijn gewassen staan veel te droog, die maakt een vreugdedansje. Maar de bruid die op die dag een buitenbruiloft heeft georganiseerd, ja, die baalt natuurlijk enorm. Situatie blijft hetzelfde. Feit is, het regent. Punt. Wij vinden daar iets van. En wat wij ergens van vinden, heeft natuurlijk allemaal te maken met de energie die wij bij ons dragen. Hoe wij denken, hoe we voelen. Hè? Het hele elektromagnetische veld. En dat maakt dat wij de wereld anders ervaren. Jij ervaart de wereld ongetwijfeld anders dan dat ik hem ervaar. Dat maakt ook dat je bij de ene coach wel resoneert en bij de andere coach niet resoneert. Maar daarin blijf gewoon bij wat goed voelt voor jou. En als ik nu kijk naar mezelf, wat goed voelt voor mij, is dat ik op deze manier wat meer ga delen waar ik mee bezig ben, waar ik van ga kwispelen, wat ik eraan in heb geleerd, wat ik eruit heb geleerd, waar ik tegenaan ben gelopen natuurlijk ook zelf, en wat ik heb gedaan om daar weer uit te komen. Dus gewoon concrete tips. Ik vind het ook superleuk om kennis te delen, dus dat ga ik de komende tijd ook vaker doen. Dus bij deze heb ik ook de intentie gezet en uitgesproken en het veld dus ingestuurd dat ik 3 keer in de week een YouTube-video/podcast op wil nemen, omdat ik dit audio, de audio van de YouTube ook gewoon wil uploaden als podcast. Dus mochten er onderwerpen zijn waarvan jij denkt, nou, daar wil ik meer over weten, of daar wil ik Anja's zienswijze graag over horen, laat het me gerust weten. Stuur een mailtje naar anja@anjazeroep.nl. En dan zou ik het leuk vinden als je mij zou willen volgen, ook natuurlijk in mijn eigen experiment, in het delen van informatie en met als doel jou te inspireren. En niet alleen mijn YouTube, maar ook mijn boek natuurlijk, want ik merk dat hoe drukker het wordt, dat
weer als eerste de spreekwoordelijke baan ruimt en ligt weer in de ijskast, want het is weer druk met één op één gesprekken. Maar ook dat merk ik, daar ga ik echt zo erg van kwispelen. Ik vind het zo leuk om te doen. Ik vind het zo leuk om heel die bak aan kennis en informatie die er te vinden is in gewoon behapbaar Jip en Janneke, lekker nuchter, niet van die zweverige, gewoon hoppatee. Hier, dit kun je, zo is het en dat kun je doen. En nogmaals, wat mijn waarheid is. Mijn waarheid hoeft natuurlijk niet jouw waarheid te zijn. Dus, nou, ik zou het leuk vinden als je mijn proces zou willen volgen. En nou ja, tot de volgende.